Ja, dit vond ik een beetje een wispelturig, onstuimig ding, Marta, die vind we nu aan ons slag hebben. Ik ga even meeschrijven. Absoluut. Dan wat jij vindt. Fruit gedomineerd, ook echt duidelijke citrus, een lichte Zeker. Toets van toast, ook grapefruit, pompelmoes heb ik genoteerd. Milde zuren, maar ook wel een krachtige moes. Ja. Een beetje nerveus maakt die indruk. Citruscoulis heb ik zelf nog. Citruscoulis. Ik blijf steken, maar citroen is dan toch wel het kernwoord, denk ik. Want ik had wel citroengras, zodat je aan die kant zit van het spectrum wel. Absoluut. Dat als je daarvan houdt, nou, dan moet je dit doen. Ja. Weet je? Dan is dit echt wel een heel goede verkwikkende, opwekkende. Ja, verkwikkend opwekkend. Een beetje, noemde jij dat ook al? Een beetje blanke amandel erin, toch? Nee, toch heb ik nog niet, maar er zit wel iets van die brioche erin. Nou, iets autolyse. Autolyse, precies. Zouden we kunnen Fijne zeggen bitters, hierbij, dus ook helemaal niet agressief. Maar vooral heel erg aan de frisse kant. Ja. Ja. Een frisse bubbel. En dat moet het zijn. Niet al te ingewikkeld. Toch wel wat complexiteit. Misschien meer geschikt ook voor de zomer en op warme dagen dan in de herfst en winter. Ja, dat is aperitief. Als aperitief, ja. Zou toch wel kunnen hoor, nu, want hij blijft toch wel mooi, ja, blijft hij toch wel mooi hangen. Hij verliest meteen een beetje aan de krachtige moes. Dit is Marsigny, een Crémant de Bourgogne. Ook een bekende naam van de Jumbo. Ja, volgens mij ook. Ja. Zeker. Hij komt bij de Jumbo vandaan en dit kost €9,99. Ja.